Wij zijn bij boekhandel Boekse op de Zeedijk in Knokke-Heist. En een heel speciale gelegenheid, men heeft Jean-Marie de Dekker uitgenodigd. Maar eerst een kort gesprekje met Karel Dazeleren, eigenaar van dit immense grote boekhandel toch, hè? Ja, ik zie toch wel een flink aantal boeken. Ja, ik heb 7 jaar geleden zag ik dat pand hier leeg staan. En dat heeft 3 jaar leeg gestaan. En ik dacht van, ja, dat zou een mooie gelegenheid zijn voor boeken. Want ik ben 40 jaar ook bij de boekenbeurs in de commissie geweest. En bij de groothandels in boeken gewerkt. Je kent er wat van. Ja, na 40 jaar weet je, de klappen van de zweep. Dat zei ik dus, hè. Ja, en van daaruit heb ik een mooi assortiment kunnen bepalen. Van boeken die ik nog steeds verdeel in Vlaanderen. Dus kom nog in de boekhandels met al deze uitgevers, ja. Speciale gast vandaag uitgenodigd. Absoluut, absoluut. Jean-Marie kwam elk jaar op de boekenbeurs in Antwerpen bij mij signeren. Hij is een goede vriend van mij en hij is speciaal voor die gelegenheid naar Knokke gekomen. Maar hij heeft wel last gehad met de parking en zo, dus hij is wel later, ja. Oké, dat hoort er een stukje bij. We gaan ze even kennis maken en vooral ook kennis maken met het boek, hè. Veel succes, top. Dank u wel. Bedankt voor het komen, hè. Dank u. Zeer goed. Zoals bij de intro duidelijk gezegd, Jean-Marie de Dekker, te gast bij Boeks in Knokke-Heist, staat naast mij, inderdaad. Een boek geschreven, een signeersessie hier in Knokke-Heist. Het is geen boek die zegt hoe je een omeletje moet bakken, denk ik dan, hè? Nee, maar er staat ontzettend veel in. Het is een bundeling van mijn columns. Ik schrijf nu al 10 jaar voor knak.be. Iedere zondag verschijnt mijn column. En om de 2 jaar worden ze gebundeld. Het is nu al de 4e bundeling dat ik doe. Dus ongeveer 150 columns. Maar het gaat niet alleen over eieren bakken. In feite niet, hoor, want... Nee, maar over alle politieke inzichten. Laat ons zeggen, mijn zicht op de wereld, mijn zicht op de politiek. Het zicht op de politiek, ja, dan komt dat boek precies op tijd. Hè? Over enkele maanden is er toch iets aan de hand, dacht ik. Ja, ik denk dat er op 9 juni verkiezingen zijn. Dat zijn voor mij niet de belangrijkste. 13 oktober is belangrijker, want dan zijn het gemeenteraadsverkiezingen ook hier in Knokke. En het borrelt hier wat dus. Hier borrelt er iets meer dan dat, ja. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar goed, eerst die nationale dan maar, hè. In ja. Juni N-VA. Eerst was het Lijst de Dekker, dan N-VA. Ja. Waarom? Maar het is altijd Lijst de Dekker geweest, Lijst de Dekker bestaan. Ik heb... Ik had echt het gedacht om terug, want ik ben heel kwaad op de politiek, op wat er aan het gebeuren is in dit land. En ik heb lang gedacht, ik ga terug een nieuw leven in mijn partijbladen, in de Lijst de Dekker. Maar ik ben ook 72. De tegenstand van mijn vrouw en de moeilijkheid om dat terug allemaal uit de grond te stampen. Bijvoorbeeld, je moet 406 kandidaten vinden, waarvan de helft vrouwen Hans het land terug afrotsen, overal iedereen overtuigen en gaan kijken en zo. En ik heb dan een stuk, ik heb dan gezegd, ik doe het niet meer. Maar dan heb ik een offer gehad. Een offer you can't refuse van Bart de Wever, die mij eerst gevraagd had om, zoals de vorige keer, de lijst te duwen als onafhankelijke. En is bij mij gekomen en zegt, kijk, wij willen de lijst trekken. En die blijft ook als onafhankelijke. Dus ik ben geen lid van de N-VA, ik trek de lijst van de N-VA en als onafhankelijke kan ik mijn mening blijven zeggen over de politiek en ga ik terug naar het parlement. Kan ik mijn mening blijven zeggen? Ja. Daar zit het wel, hè? Ja, dat is het belangrijkste voor mij. Ik denk, de vrije meningsuiting is voor mij absoluut. En dat gebeurt veel te weinig. En wat mijn boek is, mijn mening schrijven over alles en nog wat, zelfs het seksuele leven van de mier, daar heb ik ook een mening over. Maar het is heel belangrijk dat er iemand durft zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft. Of kijk, wij staan voor verandering. En ik vind het een beetje jammer dat ik dat nog als 72-jarige moet doen. Maar ik voel me in feite maar 37 hoor. Over alles een mening, dan waarschijnlijk ook wel over het extreme straks, hè? Dat er staat aan te komen. Wat zijn jouw ideeën daarover? Ja, ik vrees dat we een hitzwarte zondag krijgen. Ik durf zelfs voorspellen dat we toestand krijgen rond de 30%, want ik voel de zuurtegraad bij de samenleving. Ik voel de misnoegdheid in de samenleving. Ja, en iedereen is een beetje opgejut momenteel. En als dit zo voortgaat, kijk dat de protesten, vandaag de boerenbetoging, kijk wat er terug in Brussel gebeurt. Het is moeilijk en de mensen geraken verzuurd en de mensen geraken ontgoocheld in het politiek systeem. En dat uitzicht dan altijd in het stemmen voor de extremen. En vandaar dat ik me ook engageer om daar ook een tussenpersoon in te zijn. Om daar een buffer in te zijn voor de stemmen voor de extreme rechtse. En dat is ook een van mijn engagementen dat ik nu doe. Juist.
Dat is inderdaad aan juni. Dan gaan we toch nog even naar oktober. Dat is wat anders. Hè. Ik bedoel, dat is wat vrolijker. Ja. Als ik dat zo mag stellen. Ja, Middelkerken. Ja. Je straalt al, zie ik. Ja, ja, ja. We hebben een absolute meerderheid in Middelkerken. En ik heb de pretentie om te zeggen dat we wat gerealiseerd hebben. Knok is nog aan het praten over het casino. Wij neem mij de woorden uit de mond. Ja, en wij doen het open. Kijk, wij doen het open op 22 maart. Een grote feest, het weekend van 22, 23 en 24 maart. Alles is te doen in Middelkerk. Maar er is nog het een en het ander buiten dat allemaal gerealiseerd, ja. Daar, hè? Waarvoor, ja, gefeliciteerd. Kom er haast niet op. Moet ik alles opnoemen? Nee, we zijn begonnen met het bouwen van een nieuwe school. We hebben een sportcentrum gebouwd, we hebben de sporthallen gebouwd, we hebben de zwembad gebouwd, padel, track en field. We hebben dan overgaan tot de nieuwe zeedijk in Westende. Dus de enige zeedijk al die bestend is tegen de duizendjarige storm, hebben wij onmiddellijk gelegd. Nieuwe wegenvernieuwing, dergelijke infrastructuur, een nieuwe ziel. En ook niet alleen dit, niet alleen infrastructuur, maar ook evenementen. We hebben 10 om te zien. De Proximus Arena, dus Antwerp Sportpaleis die naar Middelkerk gekomen is. Dus we hebben de Belgisch kampioenschap georganiseerd, ook wielrennen. Met een flinke effort kan dan blijkbaar veel, toch? Hè? Ja. Waar een wil is, is, ja, een weg. Dat zeg je wel. En mijn motto is altijd, winnaars zijn verliezers die nooit opgeven, dus blijven weg. Succes. Dank u wel. Dank u. We konden inderdaad nog uren praten met Jean-Marie de Dekker. Als hij natuurlijk start, dan is het een spreekwaterval. We hebben het meeste meegepikt wat we wilden horen en ik hoop dat jullie dat ook zo vonden.